altijd paard gereden, vanaf toen ik klein was. Ik ben er altijd redelijk goed in geweest. Maar ja, dan moet je gaan denken, kunnen we daar ons beroep van maken of niet? Tandarts doen ook vaak lange dagen. Dus oftewel moest ik trainen om 7 uur 's morgens of om 9 uur 's avonds. En dan ging mijn niveau wel sterk naar beneden. Dan ben ik eigenlijk mijn eigen praktijk aan huis begonnen. En sindsdien gaat het eigenlijk veel beter. Toen dat hij ongeveer 7 jaar was, dat is eigenlijk een beetje de overgang van de jonge paarden naar het grotere werk, had hij er eigenlijk weinig zin nog in om te rijden. En hij was niet altijd goed gezind. Hij sloeg naar ons benen. En dan hebben we eigenlijk dachten we, ja, we doen hem misschien weg. Op een half jaar ineens is dat helemaal omgedraaid en begon niet te spelen met alle oefeningen. En sindsdien op internationaal niveau gaat dat heel goed met hem. En nu wil ik hem zeker niet meer afgeven. Bij dat vlechten komt wel een beetje bij geloof kijken. Ik wil altijd een oneven aantal vlechtjes. Dus als dat juist niet uitkomt, dan begin ik meestal opnieuw. Hij wordt niet zo graag opgemaakt, maar moet toch. Ik moet altijd voorzichtig zijn, want dan is hij soms wel boos. We staan op een trapje en durft dat soms wel eens met zijn voet wegtrekken onder mij. En dan val ik. Dat vindt hij dan grappig. Voor de individuele selecties voor Tokio zijn er nog 2 tickets beschikbaar voor heel West-Europa. Ik sta nu op de 4e plaats, dus als ik nog naar de 2e plaats wil stijgen, moet ik nu mijn beste score ooit neerzetten. Ja. Onder mij ontploft. Ja, mijn paard had heel veel last van spanning. Dan is de connectie helemaal weg. Dan kan ik zeggen naar links en als hij zegt naar rechts, dan gaan we naar rechts. Een paard van 650 kilo, als hij geen goesting meer heeft, kan je als ruiter weinig aan doen. Ik ben niet kwaad, maar een beetje slecht ontgoocheld. Ja. Want uiteindelijk, je oefent zo hard en ja, hij laat je dan eigenlijk een beetje in de steek. Het had mijn eerste kans geweest voor de Olympische Spelen. Het is natuurlijk wel jammer om die aan ons voorbij te laten gaan, maar er zullen zeker nog kansen komen.